dus aan. Give a Shit is een project van Stichting Get It Done en Extrema. Het is opgezet om te laten zien dat je op een simpele manier kunt bijdragen aan een nog mooiere wereld voor iedereen, namelijk door te poepen. Poepen! Hoe werkt het? In de toiletten hangen posters met een omschrijving van projecten. We hopen daarmee mensen te stimuleren en bijdrage te geven bij het verlaten van het toilet. Dit is vrijblijvend. Aan het einde van de dag willen we alle 10 de projecten gefinancierd hebben. Opdracht: jullie team krijgt 10 minuten om zoveel mogelijk muntjes te verzamelen die in de pot gaan. En dan gaat de tijd nu in. Wij willen een muntje voor het goede doel. Ieder muntje wat in de pot gaat, in de wc-pot gaat naar het goede doel, krijgt mijn sticker. Heeft u misschien een muntje over voor een nieuwe actie, Give a Shit, Get It Done? Oh, super! Dankjewel. Heeft u misschien één muntje over voor een nieuwe actie, als u daar een muntje voor over heeft? Helemaal top, dankjewel. Yes, dankjewel. Een applaus voor deze meneer! Ben en Jerry's, kies 5 mensen die jullie die gaan jureren. Zodra beide pitches zijn geweest, maken de juryleden hun keuze bekend. Yeah! Hey, de 3 jongens, jullie mogen omdraaien. Oké, ik heb een vraag aan jullie. Wat is de overeenkomst tussen deze en deze afbeelding? Deze is het lekkerst! Welke vinden jullie het lekkerst, jongens? Deze! Oké, ik zal even zeggen, dit zijn uiers, dit is het hoogste bestanddeel van ijs. Er komt melk uit. Hier komt ook melk uit. Het hoogste bestanddeel van kinderen. Er zijn kinderen en er zijn kleine kinderen. Sander, in Afrika. En er zijn kinderen die daar sterven. 1 op de 6 kinderen in Afrika sterft voor een 5e levensjaar. Nou, goed. Kijk, je ziet me hier al staan met die banaan. Jongens, hou je vast. We gaan het als volgt noemen. Animal Crackers Crunch Ice Cream. En chocolade ijs is... beter dan in de ijs met bananen en dummies. Dat gaat nergens over natuurlijk. We hebben sowieso gewonnen, jongens! De boel! Want jullie gaan namelijk nieuwe faceboxers voor ons werven. Of je liked of je disliked. Op jezelf. Het winnende team is... Succes!